Ignatius van Loyola wordt geboren in 1491 in een familie van een kleine adel in het noorden van Spanje, in het Baskeland, in Loyola. Hij leefde in een heel woelige tijd met grote omwenteling. 1492 veroverde katholieke koningen Granada, het laatste bolwerk van de islam dat 7 eeuwen lang in Spanje had gezeten. Christoffel Columbus ontdekt Amerika. Nieuwe mogelijkheden gaan open. In Rome wordt Alexander Borgia's paus gekozen. Een van de laatste pausen van de Renaissance die het niet zo nauw namen met de christelijke moraal. En inderdaad, de kerk is ziek. Van hoog tot laag, de kerk is zwaar ziek. En de roep om hervorming wordt steeds luider en luider. Maar ook op het gebied van mensen en menswetenschappen is het een heel woelige tijd. Nieuwe ideeën, het is de tijd van het humanisme. De mens staat centraal, niet meer God, maar de mens. Het antwoord van Ignatius zal daarop zijn, je moet het kompas van binnen vinden in jezelf. En daar zullen de geestelijke oefeningen bij helpen. Maar wie is die Ignatius? Als hij 15 is, wordt hij gestuurd naar het hof van de schatmeester van de katholieke koning. Hij staat in dienst van de koning en dus als de koning en zijn land wordt aangevallen, is Ignatius daarbij. De Franse troepen vallen Navarra binnen, belegeren Pamplona, de hoofdstad. Ignatius gaat daar dus ook vechten en de stad verdedigen, maar hij wordt getroffen door een Franse kanonskogel en zijn 2 benen worden verbrijzeld. Hij wordt naar Loyola gebracht, moet daar maanden het bed houden. Hij vraagt ridderromans om te lezen. Die zijn er niet in huis. Hij heeft maar 2 boeken. Een leven van Christus en een verzameling van heilige levens. Wel, die 2 boeken gaan zijn leven helemaal veranderen. Zijn leven zal niet meer in dienst zijn van de koning van Spanje, maar in dienst van Christus. En hij zal niet meer op zoek gaan naar zijn eigen eer, maar naar de grotere eer van God. Dat is zijn eerste bekering in Loyola op zijn ziekbed. En hij beslist van naar Jeruzalem te gaan, want hij wil zo dicht mogelijk bij Jezus zijn. Hij blijft dan heel onverwacht 1 jaar hangen in Manresa, een heel klein stadje. In het begin is het allemaal mooi, veel vertroosting, veel vreugde. Maar er komen ook moeilijke momenten, momenten van twijfel. Waar ben ik nu aan begonnen eigenlijk? En dan weer visioenen. Het ene visioen naar het andere. En 1 is zo sterk dat hij daar zelf van getuigt, dat hij daar heel zijn leven van geleefd heeft. Dat is een visioen aan de Cardoner, aan dat riviertje, waar hij alle dingen nieuw zag. Zo schrijft hij in zijn levensverhaal. Ik bid de heilige drievuldigheid ons in haar oneindige en hoogste goedheid de volmaakte genade te geven, dat we zouden mogen aanvoelen wat zijn meest heilige wil is en hem volledig volbrengen. Wat nu? Dat is een vraag die Ignatius zich zo dikwijls zal stellen. Waar wil God mij eigenlijk hebben? En hij beslist dan maar te gaan studeren. Hij is 33 jaar oud, gaat Latijn studeren in Barcelona, daarna wat filosofie in Alcalá, dan in Salamanca. Maar de Inquisitie achtervolgt hem. Hoe kan u een leek die geen theologie gestudeerd heeft over zaken van God spreken? Dat doet de deur dicht voor Ignatius, zegt hij. Dan weg uit Spanje naar Parijs. Parijs wordt voor Ignatius de stad van de vriendschap. Hij krijgt daar een studentenkamer waar er al 2 studenten zijn, Pierre Favre en Franciscus Xaverius. En hij sluit vriendschap met hen. Hij zoekt ook nog andere vrienden tussen de studenten van theologie. En er groeit een gezamenlijk project. En op 15 augustus 1534 leggen ze in een kapel op de Montmartre de gelofte af. Ze zullen ongehuwd blijven, arm leven. En na hun studie zullen ze samen naar Jeruzalem gaan om er de zielen te helpen. Ze voegen daar een clausule aan toe. En die clausule zegt, mocht het nu om een of andere reden zijn dat we niet in Jeruzalem geraken of dat we ginder niet mogen blijven, dan zullen we naar Rome gaan en ons aan de paus aanbieden opdat hij ons zou zenden
daar waar de nood het grootst is. Ze wachten een jaar, er zijn geen schepen naar het Heilig Land en dus ze vertrekken naar Rome, waar ze hun leven als groep in de handen van de paus leggen. Ze willen 2 sturen naar Siena, 2 heeft hij nodig in Rome, 2 in Zuid-Amerika en nog een paar andere naar het Verre Oosten. En dan vragen ze zich af, indien de paus ons nu zo verspreidt, wat zal dan de band zijn die ons bij elkaar houdt? Na 3 maanden komen ze ook daar tot een unaniem besluit. Het is beter dat wij gehoorzaamheid beloven aan een van ons en die zal de eenheid in de groep moeten bewaren. Ze zijn er zich van bewust dat ze daarmee een nieuwe religieuze orde stichten. Zetten op papier wat ze eigenlijk bedoelen met hun leven, met die groep, wat ze willen doen als werk, hoe ze willen leven, leggen dat aan de paus voor en een jaar later, in 1540, wordt de Sociëteit van Jezus goedgekeurd. Ze willen zich ten dienste stellen in het hart van de kerk om het geloof te verbreiden, te verkondigen en te verdiepen. Ik werk in de oude abdij van Drongen. Dat is het bezinningscentrum van de Nederlandstalige Jezuïeten in België. Maar daarvoor heb ik 8 jaar bij Jesuit Refugee Service gewerkt. Dat is de vluchtelingendienst van de Jezuïeten. Die organisatie bezoekt de gesloten centra, waar mensen zonder papieren worden vastgehouden. Dat is ergens een stukje daar zijn waar geen anderen zijn. We zijn hier aan de Universiteit Antwerpen, in het gebouw van de faculteit Politieke Sociale Wetenschappen. Meer specifiek Centrum voor Sociaal Beleid. Het Centrum voor Sociaal Beleid doet onderzoek naar inkomensongelijkheid in onze samenleving, in Europa, armoede. Het gaat over het graven naar de wortels van samenleving. Hoe werkt een samenleving? Welke mechanismen spelen er ook van beleid? Maar anderzijds natuurlijk gaat het juist om het bevorderen van die sociale rechtvaardigheid. Iets proberen te doen met dat onderzoek waarvan je voelt dat heeft ook maatschappelijk een positief impact. En dus ook Ignatius heeft in zijn leven het belang van onderzoek, van onderwijs, het leren sterk op de voorgrond geplaatst. En dat zie je ook vandaag nog bij het apostolaat van de Jezuïeten. Dus zij hebben 3 vormen van apostolaat. Sociaal apostolaat, spiritueel apostolaat en ook intellectueel apostolaat. Wat is intellectueel apostolaat? Dat is wat je vindt aan jezuïtische universiteiten. Dat is het intellect, je verstand, de reden, ten dienste stellen van bevorderen van geloof en rechtvaardigheid. Proberen kritisch te kijken naar de samenleving, sociale op de voorgrond stellen, proberen thema's te onderzoeken waar nog werk aan de winkel is. Op dit moment denk ik dat sociale ongelijkheid een van die thema's is. En daar proberen vooruitgang in te boeken. Het was zeker niet gemakkelijk om bij Jesuit Refugee Service te werken. Ik heb me vaak afgevraagd wat ik daar deed en waarom ik dat moest doen. Nu voel ik dat ik toch wel daar veel aan heb gehad, omdat ik een stukje ben gegroeid, denk ik, als mens, door met die mensen te gaan praten en daarmee om te gaan. En ik hoop dat onze gesprekken toch wel iets hebben betekend ook voor die mensen die nu ondertussen waarschijnlijk al terug in hun land van herkomst zijn. Dat wij een stukje licht in die duisternis konden zijn voor hen. We zijn hier dus op de palliatieve eenheid in Hasselt. Ik werk hier als arts. Ik ben dus jezuïet, maar verantwoordelijk voor deze dienst. Ik doe geen palliatieve zorg, omdat ik een goede mens ben, of uit een soort plicht, of omdat ik een goed werk moet doen.
Eigenlijk doe ik palliatieve zorg omdat ik gemerkt heb dat dat de plaats is waar ik thuis kom. Waar ik, zoals ik het graag noem, in mijn element kom. Ik heb mij altijd geïnteresseerd aan huisartsgeneeskunde. Ik ben eigenlijk een huisarts, dat wil zeggen een klinische geneeskunde. Ook aan kankergeneeskunde, oncologie. En ik heb ook wel een tijd gedacht om psychiatrie te doen. En als ik dan nadien zie hoe dat ik in de palliatieve geneeskunde ben terechtgekomen, dan zeg ik, ja, dat is wel een mooie combinatie. Of daar zijn die drie sporen eigenlijk samengekomen. In de Ignatiaanse spiritualiteit zullen we zeggen, ja, misschien zijn de dingen niet zo vanzelfsprekend als je terugblikt, maar eerder van God sprekend. Sprekend van een diepere dynamiek in het leven. Wat het gebed en de meditatie betreft, verlang ik dat ze God in alle dingen zoeken en vinden. Eerder dan dat ze veel tijd besteden aan het gebed. Ignatius wist wat hij wilde. Hij had met zijn vrienden een nieuwe orde opgericht, een apostolische orde. Hij verlangde dat de Jezuïeten tussen de mensen zouden gaan en de mensen zouden helpen. Daarom leven Jezuïeten niet in abdijen of in kloosters, maar in gewone huizen tussen de mensen. En daarom hebben de Jezuïeten ook geen gezamenlijk koorgebed. Omdat ze voortdurend bezig zijn met mensen, links en rechts. Daarom zal de vorming langer duren. Omdat mensen daartoe gevormd worden om dat aan te kunnen, dat nieuwe religieuze leven. Ignatius heeft dat altijd sterk verdedigd, want hij zag wel dat niet iedereen dat begreep. Het was ook heel nieuw in de 16e eeuw. En met name veel jongeren die intraden, hadden daar vragen bij. Die zeiden, ja, maar er is zo weinig gebed bij de Jezuïeten. Dat kan toch niet? En er zijn geen strenge boetedoeningen. En Ignatius ging daar altijd tegen in en zegt, nee, dat is niet onze manier van doen. In nostro modo de proceder. En wat is dan onze wijze van doen? Wel, bijvoorbeeld over het gebed. Schrijft Ignatius aan een overste, wat het gebed betreft en de meditatie, heb ik liever dat ze gevormd worden in het zoeken en vinden van God in alles, dan dat ze veel tijd besteden aan het gebed. Trouwens, een van zijn eerste goede medewerkers, die beschrijft Ignatius als contemplatief in de actie. Het tweede punt waar Ignatius op staat, is wat is onze manier van doen? Dus je moet de juiste maat houden in alles. Niet te veel bidden, maar niet te weinig. Niet te veel roepingen, schrijft hij in de constituties, ook niet te weinig. Derde element uit de correspondentie, maar ook uit de constituties, de leefregel van de Jezuïeten, is ook iets typisch Ignatiaans, de discreta caritas. Daarmee wordt niet bedoeld een caritas, een liefde die heel discreet is, bescheiden ergens. Nee, het woordje discreta komt van het werkwoord discernere, in het Frans discerner, onderscheiden. Het is een liefde die weet te onderscheiden. Dat is heel typisch voor Ignatius. Voor Ignatius is de liefde niet blind. Een echte liefde is onderscheidend. Die weet wat hij moet doen. Die weet het juiste houden, het juiste midden te houden, de juiste maat te vinden. En dan merk je hoe Ignatius dus eigenlijk zeer ruim was en vrijheid gaf aan zijn mensen, waarvan hij veronderstelde dat ze goed gevormd waren. Bijvoorbeeld een heel lange brief van Ignatius, bijna 10 bladzijden lang, aan een groep van 12 Jezuïeten die hij naar Ethiopië stuurt. Hij had die situatie heel goed bestudeerd. En hij schrijft dan een brief van hoe ze daar te werk moeten gaan. Met wie ze eerst contact moeten opnemen.
En welke is een geschenk voor ze moeten meebrengen? En met wie ze daarna contact moeten hebben? En welke geschenken ze voor hem moeten hebben? En hoe ze zich moeten kleden? En hoe ze liturgie moeten vieren? En hoe ze de andere sacramenten? En hoe ze een schooltje moeten beginnen? En hoe ze een aantal misbruiken die er bij dat volk zijn moeten uitroeien? 10 bladzijden lang allemaal, maar details en hoe ze moeten doen. En dan komt er die laatste beruchte, bekende paragraaf. Dit alles geef ik u mee als advies. Als u ter plaatse denkt dat u het allemaal anders moet doen, doe het dan anders. Maar laat u leiden door de discreta caritas en door de Heilige Geest. Zo was Ignatius. De geestelijke oefeningen van Ignatius. Wat zijn ze eigenlijk? Zo'n klein boekje met zo'n grote invloed. Toen en nog altijd. De geestelijke oefeningen zijn een weg, een methode, een proces om tot een beslissing te komen over je eigen leven. Een beslissing waarbij je geloof een heel belangrijke rol speelt. Wat is de oorsprong van dat boekje? Dat is eigenlijk een dubbele oorsprong. De eerste is natuurlijk de ervaring van Ignatius zelf. Zijn innerlijke ervaring, zijn bekeringsverhaal. Hoe God met hem is omgegaan. Maar de tweede oorsprong is zijn apostolische inzet vanaf Manresa. Het helpen van zielen, het helpen van mensen die bij hem komen. Om begeleiding, om hulp. En hij ziet dat een aantal dingen die hij heeft meegemaakt ook anderen kunnen helpen. En hij noteert dat. En dat wordt het boekje van de geestelijke oefeningen. Een paar elementen uit die geestelijke oefeningen. Eerst en vooral, het zijn geestelijke oefeningen. Dat wil zeggen, het is geen leesboek. Het is geen boek over spiritualiteit. Het is een doe-boekje. En wat voor soort oefeningen moet je dan doen? Gebedsoefeningen. En vooral mediteren en vooral contempleren, het leven van Jezus contempleren en op je eigen leven leggen, al biddend. Dat zijn de oefeningen die je doet een maand lang. 5 uur per dag. Maar dat is natuurlijk niet zeer oorspronkelijk. Ignatius heeft niet de meditatie uitgevonden of de contemplatie. Dat is zo oud als de mens oud is. Wat wel heel nieuw is bij Ignatius, dat is dat hij vraagt om na zo'n uur gebed even stil te houden en naar je eigen binnenkant te kijken. Naar je eigen diepte. En je af te vragen, wat heeft dat verhaal mij gedaan? Deed het me iets? In mijn hart? In mijn affectiviteit? Dat is heel typisch Ignatius. Want, zegt Ignatius, met name de dingen, de momenten waar ik vreugde aan beleefd heb tijdens mijn gebed, mijn contempleren van Jezus, dat is de manier waarop God tot mij spreekt. Er zijn geen Ignatiaanse geestelijke oefeningen zonder begeleider. Die begeleider is iemand die de weg zelf heeft afgelegd, zoals Ignatius. Hij was de eerste begeleider. Hij heeft dezelfde weg afgelegd en kan dus een ander helpen om zijn weg daarin te vinden. Maar tezelfde tijd, zegt Ignatius, moet die begeleider heel erg op de achtergrond blijven. Er moet vooral niet tussenkomen tussen wat het belangrijkste is, het meest centrale punt in de geestelijke oefeningen, namelijk het gesprek tussen God en mens. Het onmiddellijk contact tussen God en mens. Ik heb de geestelijke oefeningen gedaan in het dagelijks leven. Dat was een traject van 9 maanden. En dat kwam erop neer dat ik elke dag een tekst kreeg, een bijbeltekst, en uitgenodigd werd om daarmee te bidden.
Het is wel belangrijk om na elk gebed kort te noteren wat je hebt gevoeld. En dat kan dan als uitgangspunt dienen voor een gesprek met je begeleider. Een belangrijke zin die Ignatius van Loyola heeft gezegd, was dat het niet gaat om het vele kennen, om de kennis, maar vooral om het voelen en het smaken van de dingen. Dag Willy. Hey. Ça va? Dus ik ben een jezuïet. En soms zeg ik, ja, dat zou iets van Jezus moeten zijn. En ik kan zeggen voor mezelf dat ik beelden, uitspraken van Jezus met mij meedraag elke dag. En bijvoorbeeld, als je naar Jezus kijkt, zie je iemand die langs de ene kant enorm actief is. Hij is zo actief dat zijn familie zegt, onze Jezus is zot geworden en neemt geen tijd meer om te eten. Hij is veel te intens bezig. En tegelijkertijd zie je in het evangelie iemand die zich voortdurend terugtrekt, probeert, daar dikwijls niet in slaagt. En eigenlijk is dat ook zo in mijn leven. Langs de ene kant ben ik heel actief, maar tegelijkertijd is er ook die terugtrekkende beweging. Alhoewel ik helemaal geen devote jongen ben, maar bijvoorbeeld, ik doe heel veel kilometers in de auto. Dat is eigenlijk een beetje een rijdende meditatieruimte. Ik val stil al rijdende. Maar ook op een heel andere manier, bijvoorbeeld in de contact met de zieken, is er een soort passiviteit. Mijn stagiairs zeggen dikwijls, ja, jij laat dikwijls een stilte in de gesprekken. Het is ook ontvangen van wat er gebeurt in een contact. Hè? Dat contemplatief zijn in de actie, dat zeer tegelijkertijd passief zijn in de activiteit, dat is iets wat ik meedraag van het kijken naar Jezus. Aan de Universiteit Antwerpen hebben wij een kleine organisatie, USOS, dat is de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking, met als doel om het zuiden, om de derde wereld, dichter te brengen bij de studenten en personeel van de universiteit. Daarvoor werden twee pijlers op poten gezet. Eén, een partnerwerking. Dus we hebben partners in het zuiden die wij ondersteunen in hun academisch werk. Dat gaat ook over thema's van rechtvaardigheid in de lijn van de sociëteit. En een tweede pijler is de campuswerking. Dat betekent dat we studenten en personeel kennis willen laten maken met de realiteit in het zuiden. Groot kenmerk van de jezuïeten is de onderscheiding van de geesten. Proberen te zien, wat moet ik doen, in welke situatie. En met USOS proberen wij dat ook te oefenen met onze studenten. Dat doen we bijvoorbeeld met een sociale stage. Sociale stage betekent dat we studenten naar een organisatie hier in het Antwerpse sturen, een sociale organisatie. Dat kan gaan om de vierde wereld, dat kan gaan om de sociale kruidenier, dat kan gaan om een sociale tewerkstellingsplaats, om daar te gaan kijken en daar een aantal uren in mee te draaien. En dan gebeurt er altijd wel iets. Dat noemen we dan kritische incidenten. We vragen aan de student om zo'n kritisch incident te onderscheiden en daarover te reflecteren. Dat is ook typisch Ignatiaanse pedagogiek, die reflectie inbouwen. Je hebt iets dat gebeurt en dan daarover nadenken. Wat doet dat met mij? En om dan te zien welke bewegingen zijn er, wat maakt van mij een ander mens. Dus het is die wisselwerking tussen ervaring, reflectie en actie die wij belangrijk vinden. Meestal begint zo'n gesprek van geestelijke begeleiding bij het leven van elke dag. Wat de moeilijke momenten zijn, wat je ergens ook vreugd heeft gebracht. En hoe je dat alles meeneemt in je gebed. En ik denk dat zo'n gesprek van geestelijke begeleiding mij soms helpt om een stukje vanuit een ander perspectief naar mijn leven te kijken. Anders zou ik de neiging hebben om een beetje een vicieuze cirkel te gaan draaien. En dat wordt nu doorbroken doordat ik met iemand kan praten die een stukje observeert wat er omgaat in mij en mij op bepaalde zaken kan wijzen om mij een stukje verder te helpen op mijn weg.
Wat treft mij persoonlijk in Ignatius, ook vandaag, dat zijn vooral drie dingen. Het eerste is, Ignatius leert ons te leven midden spanningsvelden. In het hart van de wereld en tezelfde tijd in het hart van de kerk. Of andere spanningsvelden, zoals er waren en zijn, contemplatie en actie. Of trouw en creativiteit. Of persoonlijk bewogen worden door de geest van Jezus en tezelfde tijd loyaal blijven binnen de kerkgemeenschap, binnen de geloofsgemeenschap. En voor Ignatius zijn deze spanningsvelden, dat zijn plaatsen van creativiteit. Een tweede punt wat mij treft bij Ignatius, dat is dat zijn leven een soort perpetuum mobile is. Het is altijd in beweging, altijd weer verder. Zijn levensverhaal is één verhaal van een voortgaande onderscheiding van wat moet ik doen met mijn leven. Er zijn in de constituties weinig regels die zeggen je moet het zo doen. Zo was Ignatius niet. Maar hij geeft wel veel criteria aan die je dan zelf moet toepassen. Al naar gelang de tijd, de plaats, de personen. Het derde punt wat me bij Ignatius treft, en dat is die, vanuit die beslissing die Ignatius en de eerste groep genomen hebben om naar de paus te gaan en zich aan hem aan te bieden, omdat hij hen zou zenden naar waar de nood het grootste is. Dat is nog altijd zo voor elke individuele jezuïet ook. Dat hoort wezenlijk bij de gehoorzaamheid van een jezuïet. Je wordt gezonden. Je zendt niet jezelf. Je wordt gezonden. Je wordt gezonden naar noden die belangrijk zijn, maar die ook rekening houden met je eigen mogelijkheden en wie je zelf bent. Maar Ignatius verwachtte dat een jezuïet die gevormd was, voldoende innerlijk vrij was, indifferent noemt hij dat, innerlijk vrij om te kunnen doen wat van hem gevraagd ging worden. Als Ignatius wist dat iemand dus bij hem kwam niet om zijn eigen wil of zijn eigen goesting door te drukken of om de overste maar te overtuigen dat hij gelijk had, maar dat hij innerlijk vrij was om te gaan waarin hij gezonder zou worden, dan gaf Ignatius hem carte blanche. Wie zou niet zo'n overste willen hebben?